Hoi Steenbroek, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 4. En dat is van maandag 21 januari tot en met zondag 27 januari. En dus kijk wat jou deze week te wachten staat. Dan lijkt het vooral een week te zijn waarin je even wat moet bijkomen. Misschien dat je een heel druk weekend hebt gehad of een heel vol weekend, maar je moet even afstand nemen. En dat gaat je eigenlijk prima af, want op het moment dat je afstand neemt, dan kom je eigenlijk weer dichter bij jezelf. Dat klinkt ook wel weer heel verwarrend, maar ik denk dat jij zelf wel weet waar het over gaat. En dat je ook heel erg goed kunt bevoelen wat het stukje dan is. Je lijkt heel erg te zijn op je toekomst gericht. En dat is ook een stuk waar je eigenlijk heel erg naartoe werkt. Hè. Dus je doelen liggen eigenlijk allemaal wat verder weg. Maar dat geeft helemaal niet, want je hebt echt al die tussenstappen voor jezelf heel duidelijk gemaakt. En daar ga je ook naartoe. En op het moment dat je heel even die rust hebt genomen om even voor jezelf tot bij te komen, zul je zien dat je echt gaat als een speer. Je lijkt het gewoon helemaal duidelijk te hebben. En ik heb ook het gevoel dat je dat voor jezelf ook heel erg weet. Het zou kunnen zijn dat je het wel wat voor jezelf houdt en dat je het niet naar buiten brengt. Maar het is wel een stuk wat je gewoon heel erg duidelijk hebt voor jezelf. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. Ik wens je sowieso een super fijne week. En tot de volgende keer.